is het verhaal van kleine Jimmy Bean. De zeuren van de benen worden ineens in het gehuurd. Ik ben eigenlijk aan dat verhaal begonnen zonder echt te weten wat dat precies was. Ik heb het in rijmvorm geschreven. Ik was gewoon wat tekst aan het schrijven. Ik heb wel iets met kerst. En ja, ineens dacht ik van dat is een leuk verhaal. En ik ken Suzanne, die de illustraties gemaakt heeft. Ik weet dat zij ook nogal fan is van kerst. Ik dacht van, zij is de perfecte persoon om dat aan te vragen. Het gaat eigenlijk over een jongen die opgroeide bij de slager. Zijn familie zijn slagers. En hij wil kerstmis vieren, maar eigenlijk weet hij niet goed wat dat is. Voor zijn vader is kerstmis eigenlijk gewoon een gerecht, dat is kalkoen. Maar bij de rest staan ze niet stil. En het gaat over zijn zoektocht ernaar. Over thuis en hoe dat daar is. En hoe dat ze dat dan deed. Ik heb het ook in het West-Vlaams opgeschreven. Wat dat niet altijd gemakkelijk leest als niet-West-Vlaming. Zelfs als West-Vlaming ook. Maar ik heb dan ook muziek gemaakt erbij en ik heb het ingelezen. Dus mensen kunnen zo meevallen. Ja, op die manier vind ik zelf, maar ja, dat is natuurlijk gemakkelijk zelf te zeggen, maar vind ik wel dat het goed verstaanbaar is. Versta je een beetje? Een kerstboom, wat is dat? Hè? Vroeg je me heel curieus. Wat ik leuk vind aan zoiets is dat het wordt kerstmis. Je koopt dat, je geeft dat als cadeau. Je leest dat een paar keer, dat verdwijnt dan. Hè. Je moet dan zelf er niet... Niks wijs, maar dat verdwijnt. Maar misschien volgende kerstmis denkt van, ah, het is juist, ja, we kunnen dan een keer luisteren naar die cd, of we kunnen dat verhaal dan een keer luisteren. Hetzelfde geld kan dan een traditie zijn van 10 jaar, 20 jaar. Dat is wat ik, die vraag is mij al gesteld, dus dat is wat ik daarbij bedacht had.